aflevering Alleen maar luie mensen. Samen met Thomas, aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, ga aanbieden. Cool toch? Ja. Oké, we gaan dus nu naar Sander Dekker. Ja, we moeten alleen nog uitvogelen waar die is. We moeten naar het binnen. Hier staat de aflevering op die we gaan geven aan Miss Dekker. Goed gezegeld. Ik hoop dat hier wat van opwikkelt voor onze aflevering. Dat er echt veranderingen zullen plaatsvinden. Lijkt me heel in het onderwijs, ja. Ja, hier is binnen. Goedemiddag, ik ben met Thomas Broekema. Ik sta hier met een vriendin voor de ridderzaal. En wij hebben een afspraak met Sander Dekker. Goedemiddag. Hi, ik ben Sander Dekker. Hoi. Hallo, ik ben Chantal. Ik ben Sander, hoi. Zo. Het onderwijs, hoe ik vind dat het er later uit zou moeten zien, is dat we nu eigenlijk leren hoe we met die vrije tijd om zullen gaan. Want bijvoorbeeld, het is natuurlijk vreselijk irritant als je 6 jaar voor je arts hebt gestudeerd, maar dan achterkomt dat er robots zijn die eigenlijk jouw taken gedeeltelijk over kunnen nemen. Dus als we bijvoorbeeld nu al op school leren hoe wij met vrije tijd in de toekomst om leren gaan, dan zou dat wel heel erg handig zijn, denk ik. Ja, dat zou kunnen, hè. Maar wat ik minstens net zo belangrijk vind, is dat je dan ook leert dat als je voor een vak hebt geleerd en die banen verdwijnen in de toekomst, hoe je jezelf zo kan bijscholen, je bent dus nooit uitgeleerd, dat je jezelf kan opleiden om een ander vak te doen. Want het is natuurlijk niet leuk als je zonder werk komt te zitten en de rest van je leven alleen maar vrije tijd hebt. Ja. Dat noemen we werkloos. En mensen die werkloos zijn, zijn vaak heel erg ongelukkig. Oh ja. Maar de echte grote uitdaging zit er veel meer in. Nou, wat zijn dan de nieuwe banen die er gaan komen? Oh ja. Want ik ben heel erg optimistisch dat er niet alleen maar banen gaan verdwijnen, die misschien worden overgenomen door computers of robots. Er banen bijkomen. Ja. Precies. Dat er ook nieuwe banen bijkomen. Ja. Wanneer denkt u dat we de aflevering zou kunnen bekijken? Nou, ik ga mijn best doen. Ik heb hem nu bij me. Dus misschien vanmiddag al en anders ergens volgende week. Ja. Dan ga ik er zeker een blik op werpen. Ja? Dank u wel. Ja. Onwijs bedankt. En jullie succes, hè? Ja, ja. Doei. Hoi. Het ging allemaal best wel snel. Ja, klopt, ja. Het ging echt. Ik denk dat die wel onze ideeën zal. Tenminste, in de achterstand. Ja, klopt. Dus ik hoop ook dat hij die aflevering gaat kijken. En jullie ook, hè? Ja, kijken.